Het geluid van helikopters kennen we in de gemeente Ede wel. Defensie oefent en traint hier vaak. Maar dit keer geen defensiehelikopter, maar een helikopter die schelpengruis neergooit over onze natuurgebieden. Want we zijn in Ede bezig met natuurherstel, zodat de kwaliteit van de bodem weer verbetert en dat de biodiversiteit ervan opknapt. We willen goed zorgen voor onze natuur, omdat het er fijn is om te kunnen wandelen of te recreëren, maar ook omdat die natuur kwaliteit en waarde op zich heeft. En daar moeten we goed voor zorgen. En met dit project laat de gemeente Ede zien goed voor onze natuur te willen zorgen. Ik doe sinds 1989 onderzoek naar de natuurkwaliteit in deze gebieden. En we zien dat die onder druk staan door stikstofdepositie, wat zowel vermessende als verzurende problemen met zich meebrengt. En vooral die verzurende aspecten, die springen heel erg in het oog. We zien dat de bomen doodgaan en we zien ook dat vogels last hebben om voldoende calcium uit zo'n ecosysteem te onttrekken, om een goede ijsschalen te maken. En die jongen krijgen ook te weinig calcium in hun botten. Dus ze zakken gewoon door hun pootjes op het moment dat ze erop willen gaan staan. Toen we in 2017 echt die problemen met die vogels vaststelden, toen hebben we gelijk voederplankjes opgehangen en hebben we schelpgruis opgelegd. En we hebben gekeken of die vogels daarvan aten en dat gebeurde ook. En eigenlijk op slag zijn dan die problemen waar die dieren last van hebben, die zijn dan verdwenen. We hebben ook schelpgruis op de grond uitgestrooid en dat zien we eigenlijk hier. Je ziet nog allerlei schelpfragmenten liggen. En de zwijnen hebben dit omgeploegd op zoek naar calcium en ook naar insecten die het hier goed hebben. En we zien ook dat de vegetatie erop reageert, want hier zien we overal de kiemplantjes van het vingerhoedskruid. Uit dat onderzoek konden we concluderen dat het aanbrengen van schelpkalk ontzettend goed werkt voor die vogels. En het werkt ook heel goed tegen de verzuring van de bodem. En daarom hebben we hier nu de helikopters rondvliegen. Wat we hier doen maakt onderdeel uit van het programma Biodiversiteit. En dat is een plan waarbij we de natuur in zowel het bebouwde gebied als in het agrarisch gebied en hier in onze natuurgebieden willen gaan versterken. In mijn hand heb ik 300 gram schelpgruis. Dit is ongeveer de hoeveelheid die we per vierkante meter strooien. Nou, de vogels in het gebied kunnen dit direct opnemen, want het is wat grover materiaal. Het zal wat langer duren voordat het echt helemaal in de bodem is opgenomen. En de effecten daarvan zullen we de komende 10 jaar gaan meten. De natuur houdt niet op bij de grenzen van dit gebied. Mensen kunnen thuis ook zelf in hun eigen tuin een bijdrage leveren door bijvoorbeeld stenen eruit te halen, planten erin. En dan gebruik ik dan het liefst planten die bloeien, die hier van nature thuis horen. Daar komen insecten op af, daar komen vogels op af. En daarmee kunnen we met z'n allen een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit. MUZIEK